Surinamers moeten te allen tijden waakzaam blijven en zich niet lenen voor buitenlandse krachten die zich willen inmengen in binnenlandse aangelegenheden. Dit benadrukte president Desi Bouterse, tevens leider van de revolutie en voorzitter van de NDP, zondagochtend bij de 38e herdenking van de Dag van Bevrijding en Vernieuwing. De avond is voor de spreekbeurt van de revolutieleider ingezegend door diverse geestelijken. Hierna heeft Bouterse het fakkel aangestoken, waarna de kranslegging volgde. De samenkomst stond volgens de president dit jaar in het teken van bezinning. Volgens de NDP-voorzitter heeft er vanaf de revolutie van 1980 een grote verandering plaatsgehad in het land. Echter is hij nog niet helemaal tevreden over bepaalde zaken. Met name de mensen uit zijn partij moeten zich naar zijn inziens meer ten dienste stellen van de gemeenschap. Bouterse riep de mensen daarom op liefde te blijven tonen aan elkaar. We moeten de liefde blijven tonen en hulp bieden aan de misverdeelden en de mensen met een beperking onder ons. We moeten voortrekkers zijn in onze buitenlandse politiek verdedigen en nooit meewerken of acties ondersteunen om buitenlandse inmenging in onze interne aangelegenheden mogelijk te maken. Zeker in economische moeilijke tijden is dit een normaal verschijnsel dat dit soort sujetten kwaad willen doen. Gelukkig hebben we mensen die geloof hebben in Uegi Sani, die de toekomst zien als een vruchtbaar en vol potentie. Bouterse zei verder dat vrede het belangrijkste exportproduct van het land is. Hij is van mening dat de gemeenschap zich van zijn beste zijde moet laten zien, omdat Suriname op de voet wordt gevolgd door de wereld. Er gebeurt veel in de wereld en men kijkt naar Suriname. Men kijkt naar Suriname, men is bezig met Suriname. Wij zijn bezig met Suriname. Maar het is de manier waarop wij bezig willen zijn met Suriname. De wereld kijkt naar Suriname. De wereld kijkt ernstig naar Suriname. Vanavond is avond om te bezinnen. En ik moet u zeggen, wij moeten niet denken dat we geweldig zijn, maar de hele wereld hier naar ons kijkt. We moeten juist onszelf eenvoudig opstellen en proberen te begrijpen waarom wij in dit land wonen. Waarom het gekomen is dat wij in dit land zijn. President en revolutieleider Desi Bouterse zondagochtend bij de herdenking van 38 jaar Dag van Bevrijding en Vernieuwing. Het staatshof vroeg het publiek tenslotte waakzaam te blijven tegen buitenlandse inmenging.